Ik zit hier vandaag op de Bruine Bank met Mark de Groot, auteur van het boek Succes met e-commerce. En dan staat er meteen onder meer verdienen en minder uitgeven met online marketing. Ja, dat moet iedereen aanspreken, denk ik. Meer verdienen en minder uitgeven. Ja, daarom ook die subtitel, hè? Ja, kijk, hoe ben jij... Want ik heb het voorwoord natuurlijk, ik heb het boek gelezen, maar in het voorwoord geef je ook aan dat je begin 2014 startte met een reis, met een project, met bescheiden omvang. En dat je al jaren met de gedachte speelde om een boek te schrijven over e-commerce en online marketing. Ja. Hier is die. Zo is het. Waar kwam de wens vandaan om een boek te schrijven? En wat hield je in eerste instantie tegen? Waarom heeft het even geduurd? De wens is ontstaan uit het idee dat er zo ontzettend veel te doen is op het gebied van e-commerce en online marketing in Nederland. Maar dat je toch in de praktijk ziet dat heel veel mensen gewoon te weinig kennis hebben. Er wordt ontzettend veel aangeboden op dat gebied, dus er is heel veel mogelijk. Alleen mijn gevoel zei dat er nog wel ruimte was voor een boek wat het ook echt uitlegt in Jip en Janneke taal. En dat is ook een beetje de uitgangspositie geweest van het boek. Er is zoveel te doen. Ik vind het eigenlijk nog wel een prestatie dat het uiteindelijk in zo'n dun boek is terechtgekomen. Dan moet ik wel zeggen, het is geen super dik papier. Dus, en het staat boordevol met content. Ja. Echt, er staat knetterveel in van vrij algemeen tot echt to the point met... Stap voor stap, zo moet je het doen. Heel handig. Maar wat me ook opvalt is, je hebt het niet in je eentje geschreven. Nee, dat klopt. En toen het schrijfproces eenmaal begon, kwam ik al vrij snel tot de realisatie. Als ik het boek snel uit wilde brengen, dat is het liefst hetzelfde jaar nog. En het van hoge kwaliteit wilde laten zijn qua inhoud, dat ik het beste mensen om me heen kon gaan verzamelen. Okay. Ik ben al een jaar of 15 actief in online marketing en allerlei verschillende gradaties, zal ik maar zeggen. En je begint dan, hè, 2004-2005 praat je over dat ik echt begon te werken na een studie. Toen was het nog normaal en te doen om een online marketeer te zijn. Dat was op dat moment je beroep en je vak en dat deed je dan. Ja. Maar goed, je ziet natuurlijk in de loop van de jaren dat er meer en meer mogelijk is geworden en dat er allerlei specialismen bij zijn gekomen. En je hebt nu de mensen die zich fulltime met e-mail bezighouden, fulltime met social, verzin het allemaal maar. En dat was toen gewoon nog niet zo. En ik heb me toch ook wel gerealiseerd dat ik dus ook niet alles kan weten van elk onderwerp. En samen sta je sterker. Zo simpel is het gewoon. Dus je hebt mensen erbij gehaald die allemaal gespecialiseerd zijn in een specifiek onderwerp onder die grote paraplu van e-commerce en online marketing. Precies. Om even een paar mensen te noemen, of nou, het zijn er niet zo heel veel. Dus in je boek gaat het over zoekmachine optimalisatie en zoekmachine adverteren. Dat is jouw specialisme. Klopt. Christian Slachter vertelt het over content marketing. Laszlo Graven over web analytics, Marjolein Bonger social media marketing, Ted Dame video marketing, Michael Lindhorst e-mail marketing, Rick de Vlieger affiliate marketing, Ishua Botman, ja, ik spreek het goed uit gelukkig, mobile marketing en dan hebben we nog Robert Maris over webinars. Ja, 189 pagina's, super breed en toch heel specifiek per hoofdstuk. Ja. Echt een aanrader vind ik het. Ik vind het echt een leuk boek. Vooral ook omdat het zo toepasselijk is en omdat het... ik denk echt dat je erin geslaagd bent om alle zaken die er rondom e-commerce en online marketing te doen zijn... om die samen te vatten in een, wat ik al zei, niet heel dik boek, maar wel gewoon to the point en heel nuttig. Dus, nou, dankjewel. Ja, dus ik kan me echt voorstellen dat ZZP'ers, maar ook marketeers bij grote bedrijven... hier echt heel veel aan hebben. Ja. Tot zover mijn niet geplande en niet overeengekomen, niet gesponsorde promopraatje over dit boek. Wil je meer weten over dit boek? Ga even naar jellendrijver.nl/boekenlijst. Daar staat dit boek met wat uitleg over wat ik ervan vind. En ook alle andere boeken die we bespreken in deze podcast/vodcast komen daar terug. Dus ik vond het echt een aanrader. Wij gaan het in deze podcast verder hebben over hoofdstuk 1... En hoofdstuk 2, de hoofdstukken die je zelf hebt geschreven. Ja, logisch. En die gaan over zoekmachine marketing en het optimaliseren van de advertenties. Hoe ben jij tot specialist gekomen op dit vakgebied? Nou, dat begon eigenlijk al in 2004, omdat ik toen tijdens mijn afstuderen bij een zoekmachine marketingbureau terecht ben gekomen. En ja, wat je toen deed is natuurlijk niet te vergelijken met wat je nu deed. Dus toen begon eigenlijk de voorliefde al voor de zoekmachine marketing. Okay. En of het dan SEO of SEA is, dat maakt dan niet zo heel veel uit. Even voor de luisteraars die het verschil niet kennen. Bij SEO hebben we het over de natuurlijke zoekresultaten, je positionering daarbinnen en SEA de betaalde advertenties. Okay. En dan laten we het niet moeilijk over doen, het is 98% is natuurlijk Google. Ja,
precies. Nee, ja, Bing bestaat ook. Bing bestaat ook. Doe je iets met Bing zelf? Nee. Nee. Als de meeste mensen Google gebruiken, waarom zou je dan... Precies. Ja, helemaal helder. Om nou eens wat bij het begin te beginnen. Stel je wil gaan adverteren op Google of je wil onderzoeken hoe je ervoor staat op Google. Mm-hmm. Dan schrijf je ook in het boek, veel mensen gaan achter hun eigen pc zitten en gaan dan hun eigen naam of de zoekwoorden intoetsen en gaan kijken hoe ze ervoor staan op Google. Ja. Leg even uit waarom dat niet zo handig is. Ja, het is niet handig omdat wat jij te zien krijgt wordt ook beïnvloed door jouw eerdere gedrag. En of het feit of jij wel of niet op Google ingelogd bent. Dus er is wel een oplossing voor, namelijk een incognito venster openen en dan dezelfde zoekopdrachten uitvoeren. Maar dan nog zou het kunnen zijn dat je gekleurde resultaten krijgt. Oké, dus pak ook gewoon eens een compleet vreemde computer en kijk eens hoe je daar naar voren komt. Ja, maar dan nog, het blijft altijd een momentopname van de plek waar jij bent. En het beste wat je kunt doen is om naar de statistieken te kijken. Dus binnen Google Analytics en al dan niet al lopende campagnes die je hebt. En bij Google AdWords bijvoorbeeld, dan vragen mensen of klanten vaak van... joh, ik sta nu op positie 3 als ik zoek op mijn zoekwoord. Ja. Ja, dan kijk ik naar de statistieken en dan kan ik hun uitleggen van... nou ja, dat kan zijn, maar gemiddeld sta je op positie 1,8. Oké. Dus en dat is waar we op target ongeveer, dus dat is goed. Oké, wat goed. En dan heb je schrijft ook in het boek, Google beloont goed gedrag. Hè? Je leest zoals dingen over Black Hat en wat is die Black Hat bijvoorbeeld? Ja, Black Hat, als een hele klassieke technologie zou kunnen uitleggen. Dat is bijvoorbeeld dat je technieken toepast die alleen bedoeld zijn om hoger op te komen in Google. Als ik even een heel oud classic voorbeeld mag geven. Onder in de pagina, onder navigatie. Nou, praat ik wel echt over 2005, 6, 7 hoor. Had je vaak dat mensen hele lappe tekst gingen plaatsen met bijvoorbeeld donkergrijs op lichtgrijs. Waardoor het bijna niet te lezen is. Dus duidelijk niet als doel om gezien te worden voor een consument, maar duidelijk alleen voor Google. En daarom zeg ik ook altijd tegenwoordig van ja, richt je niet specifiek op Google, maar bouw je merk. En alle content die je maakt, zorg ervoor dat die in eerste instantie voor je gebruiker is. En dan zal dat uiteindelijk ook positief effect hebben. Ja, want ik heb ook begrepen, er zijn wel trucjes, noem ik het maar even. Mm-hmm. Of je kan je ook op een bepaalde manier gedragen, wat wordt beloond door Google. Ja, maar kijk, of je het nou linksom of rechtsom bekijkt, alles wat wij als marketeers daarover zeggen en denken, behalve hetgene wat vanuit Google zelf wordt gecommuniceerd, is in feite een gewogen gok. Ja. Dus je kunt kijken naar welke sites scoren het beste en die analyseren op wat ze aan het doen zijn en dan dat gedrag kopiëren. En je hebt dingen als dat Google bijvoorbeeld zelf zegt, we gaan erop letten dat sites die HTTPS gaan gebruiken, dus de meer beveiligde variant, dat die een rankingvoordeel krijgen ten opzichte van vergelijkbare sites die dat niet doen. Ze zeggen dat niet letterlijk natuurlijk, maar daar komt het dan wel op neer. Dus alles wat we doen vanuit SEO-perspectief is een gewogen gok. Ja, kun je eens een paar dingen noemen waarvan je redelijkerwijs mag aannemen dat het beloond wordt door Google? Dus wat kun je nou doen om die Google... robot die af en toe je site bezoekt en de boel in kaart brengt en bepaalt waar je staat in de ranking, om die te helpen, tegemoet te komen. Wat mij het meeste opvalt, en daarom heb ik ook dit boek geschreven, is dat bij heel veel partijen de basis gewoon nog niet in orde is. Dan heb je het echt over het niveau title tag en meta description. Kijk, als jij een Google AdWords advertentie aanmaakt, dan denk jij na over die titel, toch? Ja. Dan denk je ook na over die omschrijving die daaronder zit. Want je ziet het als een advertentie en je hebt het gevoel van, nou, mensen moeten daar gemotiveerd worden om daarop te klikken. Maar waarom is het dan zo dat bij 8 van de 10 sites datzelfde niet gebeurt als het gaat om de organische invulling van datzelfde onderdeel, zeg maar? Dus eigenlijk zeg jij, je moet je website net zo serieus nemen als wanneer je een advertentiecampagne, terwijl je voor een advertentiecampagne misschien een paar honderd euro uittrekt. En die website heb je misschien wel veel meer aan besteed. Ja, precies. Maar daar denk je dan net even wat minder over na. Ja, niet unieke titles en niet unieke omschrijvingen. Ja, dat is basic, maar het wordt gewoon nog echt heel vaak niet goed gedaan. Oké. Heb je nog een voorbeeld? Ja, tuurlijk. Linkbuilding, maar dan op de moderne manier. Hè? Linkbuilding. Vertel, wat is modern en wat is ouderwets? Ja, nou, oldschool is dat je naar startpagina gaat, de dochters gaat bezoeken. En al die klonen die er waarschijnlijk grotendeels nog wel zijn. Hè? Je kent ze wel, de startkabel, cool begin, dat soort sitejes allemaal. Iedereen, al die contactformulieren invullen, al die mag ik op je site. Ja, dat werkt gewoon niet meer. Tuurlijk heeft startpagina zelf nog wel een soort van toegevoegde waarde. Waarom maar dan? Ja, omdat er toch nog steeds veel mensen zijn die het gebruiken. Het neemt elk jaar een beetje af. Maar de mensen die er nu nog op zitten, dat zijn vaak wat mensen in wat hogere leeftijd. En die wel geld hebben om uit te geven.
Dus het kan zeker van toegevoegde waarde zijn om daar nog te zijn. Ja, oké, om daar überhaupt te staan. Maar heeft het qua linkbuilding nog toegevoegde waarde voor je website? Ja, natuurlijk wel, maar niet aantoonbaar veel. Okay. Het is beter om met content marketing dat op te lossen. En dat is dan moderne linkbuilding. Ja. Ja, om het bruggetje even te maken. Dan heb je het er echt over dat je bijvoorbeeld gaat bloggen op andermans sites. Zoals jullie bij Frankwatching natuurlijk heel veel gastbloggers hebben. En dan in dat artikel zit dan een link naar zo'n site van zo'n persoon. Ja, bij het blokje auteur. Ja, en, precies. Ja. Oké, dus gastbloggen zeg je. Ergens anders een blogpost schrijven en zorgen dat daar vandaan wel weer je naam ook erbij staat. Ja. En een linkje naar je eigen website. En idealiter gaat dan die website waar je naar verwijst over hetzelfde onderwerp als de omgeving waar het linkje vandaan komt. Hè? Precies, ja. Voor de relevantie. Maar daar kom ik wel meteen op het volgende punt. Want je hebt het ook over duplicate content. Mm-hmm. Dus het op twee websites, op twee verschillende domeinen, exact dezelfde informatie hebben staan. Nou schrijf ik wel eens een blogpost. En die plaats ik in mijn geval dan op jellendrijver.nl bijvoorbeeld. Mm-hmm. En dan denk ik, maar voor de bezoekers van megaexposure.nl is dat ook interessant. Oké. Okay. Dus dan wil ik eigenlijk het liefst gewoon diezelfde blogpost op beide sites plaatsen. Ja. Ja, maar dan is het duplicate. En dan hebben eigenlijk beide sites hebben daar dan niet zoveel aan. Of is het alleen zo dat degene waar die het eerst op gepost is... Ja, dat laatste telt dan. Dat telt dan als leidend inderdaad. Ja, maar alleen... dan wordt de tweede waar die gepost wordt die dan bestraft of wordt het gewoon niet meegenomen? Dat weet ik niet, maar ik zou het in ieder geval eigenlijk afraden. Oké. Maar je moet daar ook belangen overwegen, want... hoeveel mensen komen er sowieso al op Mega Exposure en hebben die er belang bij om dat artikel te lezen? Ja. Dat kan soms zwaarder wegen als een SEO-reden. Ik zal geen namen noemen, maar ik had laatst ook een artikel wat ooit al op mijn blog was gepubliceerd. Ja. En vervolgens kwam er een ander platform naar mij toe van joh, we zitten een beetje krap in de artikelen in de zomervakantie. Mogen wij dat herposten? Ja, en dan zou je het kunnen oplossen door bijvoorbeeld een nofollow-link te gebruiken. Waardoor Google dat artikel niet indexeert. Ja, positie, zeg maar. Dat is zoals we het nu doen. Ja. Ja. Dus we plaatsen hem wel op de ene, we plaatsen hem ook op de andere, maar geven bij één van de twee geven we hem een no-index mee, zodat hij maar op één plek wordt geïndexeerd. Ja, dat is de meest logische oplossing in dat geval. Oké. Zijn er, als je twijfelt over duplicate content, ik heb ook wel eens mensen die zeggen, ja, maar dan ga ik het wel herschrijven. Heb je enige idee hoe ver je het moet herschrijven om... Laat ik het zo zeggen, op het moment dat je jezelf die vraag stelt, dan ben je eigenlijk al verkeerd bezig. Okay. Want dan ben je bezig met nadenken over wat wil Google in plaats van wat is van waarde voor de gebruiker. En ik denk dat dat altijd voorop moet staan. Oké, dus die gebruiker komt altijd op één. Ja, tuurlijk. Ja, oké. Dan heb je... in dit boek een aantal handvatten ook aangereikt over hoe je pagina's opbouwt, over het schrijven van teksten. Mm-hmm. En je hebt het daarbij op een gegeven moment ook over loss aversion, over verlies- en winstteksten. Ja, kun je daar klopt. Iets meer over vertellen? Nou, de angst om iets niet te krijgen bij mensen is groter als dat ze op een aanbieding in willen gaan. Dus op het moment dat je iets qua tekst zo brengt van als je niet in actie komt, dan mis je iets. Ja. Dan komen mensen ze gewoon sneller in beweging. Ja, ja. Ja. Dus als je het hebt over bijvoorbeeld, want je hebt het, je haalt een voorbeeld aan met een opt-in formulier. Dus en schrijf je in op de nieuwsbrief. En daarbij heb je twee variaties. En de ene zegt geloof ik, schrijf je in en krijg regelmatig leuke artikelen. Ja. En die andere zegt, als je niet inschrijft, hè, dan dat is zo letterlijk niet, maar zorg dat je niet onze nuttige updates mist. Precies. En die had vier keer zoveel inschrijvingen. Ja, nou goed, je noemt ze nou allebei op en ik hoor je stem bij de tweede ook al iets meer enthousiast worden. En dat zegt dan genoeg, toch? Ja. Ik heb wel eens een artikel gelezen. En je verwijst in het boek naar een artikel. Dat heb ik niet gelezen. Waarin staat... op het moment dat je mensen vraagt... wil je chocola of wil je deze mok? Dat jij dan gewoon zegt... Nou, doe maar die mok. Noem maar wat. Maar als ik jou... Dus dan heb je voorkeur voor de mok. Maar als ik jou eerst chocola geef... en vervolgens vraag... zou je die chocola willen inruilen voor deze mok? Is de kans veel kleiner dat je dan voor de mok kiest... Omdat je dan afscheid moet nemen van de chocola en die heb je al. En mensen willen niet iets verliezen of afscheid nemen van iets wat ze al hebben. Klopt. Dat is grappig, hè? Ja. Dat hebben ze tot in een treur onderzocht. Ja. Dus, maar met die kennis, wat moet je daar dan mee als je gaat schrijven met je tekst? Want je wil ook niet alleen maar spanning opbouwen. Je moet daarmee afwisselen. In het boek heb ik het bijvoorbeeld over het klassieke AIDA-model. Hè? Dus hoe je een tekst kunt opbouwen. Ja, ik moet altijd meteen denken aan die scène van Glengarry Glenn Ross. Waarin Alec Baldwin helemaal losgaat met de sales pitch. Ja. Ik vind het altijd wel grappig als ik het over AIDA heb. Dat ik krijg allemaal lachende gezichten bij. Dan denk ik van
Het is echt oud, maar niemand durft het nog te noemen of zo. Ik weet niet wat het is. Ja. Maar jij zegt, het is niet voor niks. Het is niet voor niks, nee. Ik bedoel, de 4P's gelden toch ook nog steeds. Ook al zitten we in een internetmarketing tijd. Sommige dingen zijn gewoon tijdloos. Ja. En dat is een goed hulpmiddel om een tekst op te bouwen. Oké, dus voor de mensen die, hè, misschien hebben we ook wel jonge kijkers. Voor de mensen die zeggen, Aida, dat is toch een musical. Help even. Goed, action, interest, attention, interest, desire, action. Ja, dus je wil eerst de aandacht grijpen. Nou, dat doe je door middel van een pakkende titel bijvoorbeeld, waardoor je door wil klikken. Ja, die je ook meteen als H1 hebt en waar ook meteen je zoekwoord ervoor komt. Tuurlijk. Ja. Interest, dan wil je de aandacht vasthouden en de mensen een reden geven om verder te lezen. Nou, dat is je eerste alinea. De desire voor het product wat aan het einde komt, dat creëer je in de rest van het artikel. Ja. En dat is echt de content, waar gaat het product over, wat is dit? En dan de action. Ja, zorg ervoor dat er op het eind van een artikel altijd een call to action zit. Ongelooflijk hoe vaak ik op websites kom, waarbij of de hele pagina bulkt van de call to action, dat je niet weet wat moet ik hier doen. Hè, mm-hmm. Of dat er überhaupt geen call to action op staat. Ja, ja, ja. Dan wordt een product helemaal uitgelegd en dan, als het dan, en dan nergens... Waar kan ik het in godsnaam kopen? Ja, of het staat dan heel ergens, heel klein, maar in elk geval niet met een grote dikke banaan zoals het was. Ja, daarom is ook mijn hele stelling, er is nog zo gigantisch veel te doen. Ja. Dat is ook een van de redenen waarom ik met allerlei andere online marketing specialisten graag samenwerk. Want een vraag die ik vaak krijg is van, ben je dan niet bang dat die jouw klanten afsnoepen? En? Ben je dan niet bang dat ze je klanten afsnoepen? Nee, natuurlijk niet. Want er is zoveel werk in Nederland en iedereen heeft zijn eigen stijl, zijn eigen manier van doen. En het is maar net wat jou het meest aanspreekt, met wie je wil werken. Of iemand die toevallig in de buurt zit, of je wil juist een groot bureau, of je wil juist iemand die een eenpitter is. Weet je, er zijn zoveel smaken. Ja. En er is gewoon genoeg werk voor iedereen, daar ben ik van overtuigd. Eens, dus, ja. We zitten in een bedrijfsverzamelgebouw en ik doe toevallig ook de verhuur van de ruimtes in het pand. En we hebben echt hier om het hoekje een ruimte verhuurd aan een ander internetbedrijf, Weblish, van Manuela van Prooijen. Superleuk mensen, waren ook mensen die zeiden van ja, maar dan haal je toch gewoon een concurrent binnen. Ja, oldschool denken, hè? We zijn samen om de tafel en jij biedt training aan, ik ook. Volgens mij zijn er heel veel overlappingen. Joh, als jij nou 3 deelnemers hebt en de andere 6, kunnen we dat dan niet samenvoegen? Ja, dat geldt tussen jou en mij zelfs ook wel. Als ik hoor jou praten over een Facebook Ads training. Ja. En ik heb ook mijn eigen online trainingen, dus wat dat betreft. Ja, want je hebt over dit hele verhaal, over, want we gaan het nu zo hebben over zoekmachine adverteren. Okay. En hoe richt je advertenties in en hoe kun je daar nou succes mee boeken? Daar heb je een cursus voor gemaakt, hè? Met video's en alles erop en eraan. Klopt. Ja. En dat is online, dat is allemaal digitaal? Ja, dat is allemaal volledig digitaal. De cursus heet Succes met Google AdWords. Ja. Die bestaat uit 20 videolessen, gemiddeld ongeveer een kwartier per les. Ja. En na elke les kun je ook aan de slag met concrete stappen. Okay. En wat er in essentie gebeurt, is dat je mij aan het werk ziet in Google AdWords of een presentatie uitgewerkt ziet. Ja. Waarbij ik je stap voor stap meeneem door hoe je een campagne opbouwt van A tot Z. Dus ook als je nog geen voorkennis hebt, dan werkt het prima. Wat goed. Eigenlijk wat wij voor de Facebook-advertenties aan het bouwen zijn nu, dat heb jij voor Google. Ik had afgelopen jaar ook een stagiair en die mocht wat campagnes voor mij gaan onderhouden. Oh, lachen. En het eerste wat ik hem heb laten doen is, ik ga niet naast je zitten om het uit te leggen. Maar kijk, maar naar de video's. Ja, letterlijk en figuurlijk, bekijk het maar. Ja. Wat goed. Hey, wat kost die cursus? €97. Oké. Ja, volledig digitaal. Oké. Kunnen we iets nou ja, je bent er nou toch. Een speciale aanbieding. Kunnen we iets doen voor de mensen die kijken of luisteren? Ja, tuurlijk. Iets met een kortingscode. Ja, dat als, weet ik veel. Als ze gaan naar... dan maak ik een linkje aan jellendrijf.nl/Mark bijvoorbeeld. Oké. En die verwijst dan gewoon door naar jouw product. En dat als mensen hem dan kopen en Jelle als couponcode invoeren, dat ze dan een korting krijgen. Maar als we dat doen, dan moeten we het ook goed doen, vind ik. Dan moeten we een fatsoenlijke korting geven. Ja. Anders is het niet aantrekkelijk om het te doen. Nou ja, ik kan dit alleen maar aanmoedigen. Ja. Dus normaal kost hij €97. Nou, ja. Als je met die couponcode dan hem zou bestellen, kan ik hem wel voor €47 aanbieden. Ja, dat vind ik top. Hij is er nu nog niet, maar ik zal zorgen dat de hele tijd dat we die video online hebben staan, dat als je naar jellendrijf.nl/Mark gaat, Mark met een C, van Mark de Groot, schrijver van het boek Succes met e-commerce, dan zorg dat je terechtkomt op de pagina waar je zijn cursus kunt bestellen. Digitale cursus, 20 lessen, kwartier per les. En als je de couponcode Jelle invult, vind ik dan weer leuk, dan krijg je de helft aan korting bijna. Ja, in feite wel. Ja, wat goed zeg. Nou ja, top, leuk, dankjewel. Dat
wordt vast gewaardeerd door de luisteraars en zo niet. Nou, laat het even weten, dan vraag ik dit nooit meer. Maar, ja, nou ja, dat is toch mooi. Ja, kijk, voor mij is het heel simpel. Ik maak zo'n cursus niet om daar schat helemaal rijk van te worden, want een paar tientjes, ja, is hartstikke leuk. Maar het gaat mij erom dat die kennis zoveel mogelijk verspreid wordt en gedeeld wordt. Ja. Omdat er nog zoveel mensen zijn die nog niet weten waar ze moeten beginnen. Als je dan een hele lage instap kan hebben om iets te leren wat van waarde is, waarmee jij vanuit jouw bedrijf de omzet weer kan gaan verhogen. Ja. Dan, nou ja, aan de andere kant, weet je, wat ik al zei, wij zijn zelf bezig met zo'n Facebook-cursus. En gewoon als ondernemer en als internetmarketeer is het een hele mooie en slimme manier ook om je kennis te delen. Ik bedoel, als ik voor een groep ga staan en ik kan 10 mensen trainen, dan ben ik een dag of een halve dag bezig om die kennis over te dragen. En dat kost me dus elke keer dat ik een training geef, kost me dat een dag. Klopt. Terwijl als ik het op een goede manier netjes, keurig, digitaal beschikbaar maak, kan iedereen het en op ieder moment krijgen. Elke extra training die ik verkoop heeft, als die training helemaal klaar staat, van mij geen extra input meer nodig, of precies. Weinig. Ja. Misschien af en toe eens een keer een vraag beantwoorden en dergelijke in een Facebookgroep die we er dan aan koppelen. Maar dus elke extra verkochte training is, als die training helemaal staat, marge. Dat is ook zo, tuurlijk. Dan moet je natuurlijk alle tijd die er in het begin ingestopt is, moet je eigenlijk meenemen en omrekenen met je normale uurtarief, wat je als opportunity kost. Maar dan komt het punt dat je gewoon hetzelfde verdient hebt als wanneer je die tijd trainingen zou geven. Ja. En elke training extra is gewoon pure marge. Dus daar heb ik geen zin erover te doen. Plus alle cursisten komen in jouw funnel terecht. Vaak laten ze een e-mailadres achter en dan krijgen ze vaker marketingtips van jou. Je hebt dus een keer, als je dan iets nieuws lanceert, dan heb je gelijk een springplank. Ja. Want we hebben het nu over het boek Succes met e-commerce, maar je kunt er natuurlijk gif op innemen dat er een vervolg op komt. Ja. Of dat er in ieder geval een nieuw boek komt. Kijk hoor. Misschien, ik heb geen idee, maar als mensen het leuk vinden, als ze denken, hey, dit vind ik interessant, hoe werkt dat? Misschien kunnen we daar ook eens een keer een training over geven samen. Okay. Maar laat dan even weten op Twitter of waar je dit dan ook bekijkt. Er zijn altijd mogelijkheden om te reageren, zowel op YouTube als op in de reviews op iTunes en op Stitcher Radio, op mijn site, overal. Als je zegt, hier wil ik meer over weten, laat het ons even weten. Want als we genoeg respons krijgen, dan kunnen Mark en ik eens om de tafel van kijken of we hier een training over kunnen ontwikkelen. Zeker. Want volgens mij is het wel, ja, ik blijf dit heel interessant vinden. En ook dit online digitale producten verkopen. Het gebeurt al jaren, maar Tuurlijk. Ik kom nog zoveel mensen tegen die ook echt geen idee hebben hoe dat werkt. Mm-hmm. Terwijl als het eenmaal staat, is het echt dan een kleine money machine. Ja, tuurlijk. Bij alle informatiediensten is het in feite toepasbaar. Ja, leuk. Ik krijg helemaal energie en zin om meer te doen. Maar goed, we gaan het nu hebben over hoofdstuk 2 van je boek, over adverteren op Google. Als je nou start met een AdWords campagne, stel dat we even echt de beginner aanspreken, waar moet je dan op letten? Dat is best een lastige vraag, omdat het startpunt voor iedereen anders is natuurlijk. Oké, dus je moet eerst je startpunt bepalen. Ja, kijk, als je al een website hebt, hoe loopt die nu? Vinden daar verkoop op plaats? Laten we even van een beginnende webwinkel uitgaan. Dan weet je vaak nog niet wat je conversieratio is. Dan moet je allemaal nog opbouwen. Je hebt nog geen database. Als je een campagne begint, heb je een aanlooptijd. Dus als je nu vandaag met Google AdWords begint en je eerste maand resultaat is niet zo geweldig, ga dan in godsnaam door, want in de tweede en de derde maand wordt het beter, ook als je niks verandert. Dat is mijn ervaring. Ja? Ook als je niks verandert? Ja. Oké. Ja. Maar je geeft juist als tip, sterker nog, volgens mij is het jouw gouden regel bij AdWords, minimaal 4 advertenties en blijven optimaliseren. Ja, tuurlijk. Ja, dus ook als je niks veranderd wordt, maar je moet natuurlijk wel wat veranderen. Ja, oké, maar ik geef even een extreme scenario. Nee, begrijp, scenario maar waar moet je dan naar kijken bijvoorbeeld? Dus, dat je zegt 4 advertenties, waarom 4? En blijven optimaliseren, waar moeten we dan naar kijken? Nou, als je het hebt over 4 advertentieteksten binnen een advertentiegroep dan, hè, stiekem zijn het er eigenlijk maar 2. Dat is al gelijk alvast om de mythe te ontkrachten. Want wat je doet is, je schrijft 2 compleet unieke teksten, waarbij je bij elke tekst de titel ook voorziet van keyword insertion. Dus bij de ene doe je dat wel, bij de andere doe je dat niet. Ja. Nou, keyword insertion wil zeggen dat de zoekopdracht van de gebruiker, daar wordt weergegeven op de titel. Plaats, ja. In plaats van het woord wat jij daar neerzet. Ah, oké. Okay. En dat zorgt vaak voor een hogere CTR, click-through rate. Ja, dat kan me voorstellen. Want als ik zoek naar een bepaalde term en ik zie exact die term die ik blijkbaar bezig, terugkomen in een advertentietitel, dan verhoogt dat ongetwijfeld de kans dat mensen daarop klikken. Nou, een makkelijk voorbeeld. Stel dat jij een advertentie aanmaakt voor Opel-onderdelen, als auto-onderdelen bijvoorbeeld. Ja.
En jouw standaard advertentietekst is Opel onderdelen, vraagteken. Ja. Ja. Maar iemand zoekt dan op Opel Kadett uitlaat. Dan wil je eigenlijk dat er Opel Kadett uitlaat staat als titel. Ja. Want dat is relevanter, dat is specifieker. Ja, maar het gevaar is dan wel dat als mensen erop klikken, dat ze dan op een algemene pagina over Opel onderdelen komen. Terwijl je eigenlijk wil de mensen landen op een pagina die gaat over uitlaten, toch? In 9 van de 10 gevallen heb je nu gelijk. Alleen in het geval van auto-onderdelen ligt net iets anders, omdat in die specifieke branche is alles erop aangestuurd dat je eerst je kenteken invult op zo'n website. Want ze moeten jouw auto weten om precies de juiste onderdelen te kunnen tonen. Ah, oké. Okay. Dus daar zit een hele heftig systeem achter. Dat is een goed voorbeeld. Oké. Okay. Je hebt het over keyword insertion. Ja. Dat hebben we nu gehad. Maar jij geeft ook nog een tip over vraagtekens in je titels bij advertenties. Ja, dat is het principe vraag-wedervraag. Dus op het moment dat jij een vraag stelt, geef je eigenlijk aan dat je luistert naar de vraag door de vraag terug te stellen. Ja. Dat werkt in het privéleven overigens heel anders. Dat moet je bij vrouwen niet doen. Maar als je het zakelijk bekijkt, hè, dus iemand zoekt naar Opel onderdelen. Ja. En jij zegt, goh, Opel onderdelen? Dat correspondeert precies met wat ik heb gezegd. Oké. Dus je kunt dan een advertentie maken waar bijvoorbeeld, bent u op zoek naar... En dat dan de vraag die wordt ingetypt. Ja, ik zou die letterlijke tekst nu niet meer gebruiken, omdat het al vaak gedaan is. Uitgemolken. Ja, tuurlijk. Okay. Hoe zou je het dan doen? Kun je daar tips over geven? Dat is precies de reden waarom je die 4 teksten gebruikt. Want dat hadden we nog niet helemaal verder uitgelegd. Dus stel die 4 teksten die staan er. Ja. Dan kijk je afhankelijk van het volume. Ik geef als gemiddelde 1 keer per maand aan. Maar als jij een campagne hebt lopen in een advertentiegroep waar gewoon veel verkeer op plaatsvindt, dan kan het ook 1 keer per week zijn. Maar laten we even zeggen 1 keer per maand. Ja. Kijk je naar de 4 teksten en dan ga je het resultaat beoordelen. Dus de 2 beste laat je staan en de 2 slechtste qua prestatie, die vervang je, daar schrijf je iets nieuws voor. Okay. Dat doe je continu, waardoor je prestatie continu ietsje beter wordt. Okay. Nou, en wat is dan beste of slechtste? Dat wil dan natuurlijk zeggen hogere click-through rate of conversiepercentage, afhankelijk van jouw doelstelling. Oké, want je hebt het inderdaad ook over... Ja, maar hoe heb je dat nou in je boek omschreven op een gegeven moment? Biedstrategieën. Op een gegeven moment heb je het in je boek over biedstrategieën. Okay. Ik geloof dat je 3 of 4 verschillende biedstrategieën, kost per klik, kosten per conversie. Ja. Je hebt tegenwoordig ook de flexibele biedstrategie vanuit Google. Eigenlijk zijn alle biedstrategieën in essentie hetzelfde. Alleen op het moment dat je met kost per acquisition of kost per flexibele strategieën gaat werken, dan bouw je een stukje automatisering in. Dan geef je eigenlijk regels op, spelregels geef je op aan het systeem van Google. Ja. En daardoor hoef jij zelf minder vaak aan de knoppen te draaien. Dus dat is wel heel geschikt op het moment dat jij weinig tijd hebt om het onderhoud te doen. Of als je een ontzettend grote campagne hebt met duizenden teksten en zo. Ja. Dan kan ik me wel voorstellen dat je daar gebruik van maakt. Okay. Zelf ben ik wel een beetje meer van het zelf aan de knoppen blijven draaien en handmatige bieden gebruiken. Ja, want je kunt inderdaad Google ook opdracht geven om gewoon automatisch je biedingen te optimaliseren. Ja. Maar dan ben je 9 van de 10 keer duurder uit aan het einde van de rit. Ja, je moet het wel altijd een beetje blijven testen natuurlijk. Maar dat is een beetje mijn onderbuikgevoel dan in dit geval. Zegt dat ik liever die controle zelf heb. Ja. Ja. En je hebt in die cursus waar we het net over hadden, hebben we 20 lessen. Hoe moeilijk is dit nou om dit onder de knie te krijgen zelf? Ik kan me voorstellen mensen zitten kijken of zitten te luisteren en denken, dit klinkt me zo ingewikkeld, daar huur ik wel een bureau voor in. Wanneer adviseer je nou om er een bureau voor in te huren, iemand die het voor je doet? En wanneer adviseer je om bijvoorbeeld jezelf, of dat dan via jouw cursus of met een boek of hoe dan ook, maar om je er zelf gewoon in te verdiepen en zelf te gaan spelen? Dat hangt er vanaf. Kijk, de bedrijven waar veel mensen werken, waar echt een marketeer zit die daar de tijd voor heeft, die zou ik adviseren om het zelf te doen. Mm-hmm. Maar je hebt ook de ondernemers die alles moeten doen. Dus van inkoop tot aan klantenservice en administratie, verzin het allemaal maar. En je hebt gewoon geen tijd om je overal in te specialiseren. Dus je ziet ook dat online marketingbureautjes zoals het mijne vaak worden ingezet bij de papa en mama plus bedrijven. Dus MKB. Ja. Maar die net op die springplank staan van gaan we verder groeien en hoe gaan we dat dan doen? Ja, dus je helpt ze naar het volgende niveau. Dat is eigenlijk wat je doet. Okay, en waar komt dat papa en mama plus vandaan? Nou ja, dat heeft een beetje een negatieve imago. Papa en mama bedrijven vanuit huis werken blijft altijd een beetje klein. En een bepaald niveau, dat heeft een negatieve associatie op de een of andere manier. Maar ik heb toevallig de laatste tijd vrij veel partijen gezien waarbij dat juist heel erg goed functioneert. En waarbij
bijvoorbeeld de tweede partner een baan heeft opgezegd om volledig in het bedrijf te gaan werken. En, ja. Ja, er zit toch wel heel veel groei in Nederland op dit moment. Nou, ik ben heel benieuwd. Bedrijven. We hebben gisteren 20 weken echo gehad. We verwachten 27 december ons eerste kindje. Dus ik heb, werken al niet meer vanuit huis. Maar geen idee of het voor ons ook gaat gelden. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat mijn vriendin de baan opzet om bij mij te komen werken. Ik zou er maar geen voorspellingen. Mijn zoon wordt 2 1 september. Dus ik zou er maar geen voorspellingen over doen. Ik werk deels vanuit huis, maar ook deels vanuit klanten. Maar ik zit ook een gedeelte van de tijd op de hogeschool, bijvoorbeeld in Venlo. En daar geef ik dan les als gastdocent. Ja. En dat kan ik ook gewoon prima gebruiken als plek om te gaan zitten werken als ik rust nodig heb. Ja, precies. Je hebt wel een plek duidelijk buitenshuis om hiervoor mee aan de slag te gaan. Ja, ja, natuurlijk. Maar ondernemers die dus of vanuit huis werken of... ik kan me ook voorstellen, we hebben bijvoorbeeld wel redelijk wat schildersbedrijven en installatiebedrijven als klant. Waarvoor we dan het hele online verhaal uit handen nemen. En daar zien we ook dat die hebben... Nou ja, ik wil ze niet over één kam scheren, maar 9 van de 10 keer zien ze de website als een noodzakelijk kwaad. Ze realiseren zich, het moet er zijn. Ja. Ja, het kan voor meer business zorgen. Maar hell no heb ik er zin in om daar heel veel energie in te steken en om te leren hoe dat werkt. Dus laat dan maar gaan. En dan de kansen die het met ze meebrengt, nou ja, ik accepteer maar dat ik die misloop. En dat is zo zonde. Voor die bedrijven, die zouden eigenlijk gewoon apart een bedrijf moeten inhuren. Ja, daar heb je gewoon zoals jou en mijn bureau, dus full service bureau functie voor. Ja. Kijk, en zo heb ik het ook ingericht bij DGOC natuurlijk. Ja. Ja, dus je hebt producten voor mensen die zelf aan de slag willen, zoals het boek en cursussen. Ja. Je hebt losse producten van, nou, ik vind bijvoorbeeld zelf social media wel leuk, maar AdWords wil ik niet, dus besteed ik één van die dingen uit. Ja. En je hebt gewoon de blokken, dus dat je gewoon ons inhuurt voor een dag of whatever in de maand. En dan doen we alles van A tot Z. En dan signaleer je ook nieuwe kansen en help je ze echt, zeg maar. Want ja, die mensen zijn gewoon met een product bezig. Ja. En het verbeteren daarvan en niet zozeer met de marketing daarvan en niet iedereen wil het zelf doen. Ja. Okay, nou even terug naar de, want als mensen het wel zelf willen doen, zoekwoord targeting. Ja. Je hebt verschillende manieren voor zoekwoord targeting. Ja. Kun je er eens een paar opnoemen? Want je hebt het in je boek over breed met modifier. En dan woordgroepen heb je dan nog en exact. Ja, wat zijn de verschillen? Nou, bij breed dan target je alles, inclusief synoniemen van woorden en woorden die erop lijken. Kun je een voorbeeld noemen van breed? Breed, bijvoorbeeld hondenknuffel. Daar haal ik ook in mijn boek aan. Okay. Niet te verwarren met het knuffelen van je hond, maar gewoon echt de plusje variant, zeg maar. Ja. Bij breed zou je dan ook puppyknuffel of puppyknuffel kopen en dat soort dingen krijgen. En doet Google dat dan zelf, die synoniemen toevoegen, of moet je die wel aanklikken? Nee. Dat gaat vanzelf. Oké, dus als je kiest voor breed, regelt Google dat ook synoniemen gebruikt worden? Ja. Oké. En met de modifier perk je dat al enigszins in. Hè? Dat een modifier wil zeggen dat je voor het zoekwoord een plusje gaat gebruiken voor elk zoekwoord. Dus plus honden, plus knuffel. Ja. En wat doet dat dan? Dat zorgt ervoor dat je nog steeds wel breed vindbaar bent. Dus wel op hondenknuffel en hondknuffel en hondenknuffel kopen en dat soort termen. Maar niet meer op puppyknuffel. Want er zit dan niet het woord hond of honden in. Oké, dat maakt het specifieker. Iets specifieker. Oké. Ja, en bij woordgroepen ga je daar weer nog een stap verder. Dan heb je, dat staat tussen vierkante haakjes. Ja. Dan moet de woordcombinatie voorkomen in het zinstil waar men op zoekt. Ja. Dus dan moet... Hondenknuffel moet dan echt op die manier... Ja, maar dan mag het van alles voor en achter staan. Volgens mij mag je er wel enkelvoud, kan dat nog wel, zeg maar. Ja, en als laatste heb je dan nog exact. En dan moet het gewoon letterlijk dat woord zijn. Oké. Precies. Zonder typfout of wat dan ook. Ja, ja. Oké. En wanneer gebruik je nou welke? En zeker is het bijvoorbeeld slim om in het begin juist te gaan voor breed en later voor exact? Of... Ja, wat ik tegenwoordig doe is een strategie die noem ik breed oogsten en exact converteren. Oké. En dan ik gebruik maar 2 van de type zoekwoorden sowieso nu nog. Dus de brede heb ik helemaal niet meer in gebruik en de woordgroepen ook niet. Oké. Maar ik gebruik breed met modifier. Ja, en exact. En exact. Nou, dat betekent in essentie dat je begint met alleen een campagne met breed modifier. Dan ga je data verzamelen. Dan zie je dat er conversies plaatsvinden. Nou, dat doe je pak een beetje een maand. Ja. Dan ga je 1-op-1 die campagne kopiëren naar een campagne met exacte targeting. En de woorden die binnen de brede groep geconverteerd zijn, die verplaats je naar de exacte campagne en die target je daar. En die sluit je uit vervolgens in de brede campagne, want anders krijg je overlap natuurlijk. Hè? Dus na verloop van tijd zie je dat er bijna geen conversies meer plaatsvinden in de brede campagne. Ja. Die zou je dan kunnen downgraden of een beperkt budget, zodat je nog wel een beetje wat onderzoek kan doen.
En exact daar volop inzetten. Want dat weet, daarvan weet je dat het woorden zijn die sales opleveren. En wat je dan ziet is dat je een hele geslepen, scherpe campagne krijgt waarbij de kosten worden geminimaliseerd. Echt dat minder uitgeven, meer verdienen principe. Nice. En om te bepalen welke brede woorden met modifier je gebruikt, daar heb je een aantal tools voor. Je hebt hulpprogramma's van Google. Ja, tuurlijk. Je hebt ten eerste je eigen kennis. En wat er op je website staat, wat je zoekwoorden überhaupt zijn, dan kan je natuurlijk wel bedenken. Ja. En daarnaast ligt het voor de hand om woorden toe te voegen die logisch zijn. Dus kopen, bestellen, online, webshop, dat soort dingen. En de zoekwoordplanner kun je daarvoor voor gebruiken. Ja, ik vind die keyword tool. Ja. Heb ik nog een paar tips geven, dingen waar je op moet letten als je die keyword tool gebruikt? Want sommige mensen vinden hem vrij onoverzichtelijk. Is hij ook. Hij was vroeger veel eenvoudiger. Ja. En wat ik doe is ik voer gewoon de woorden in. Laat alle opties. Ik target wel Nederland trouwens, want die krijgt eerst wereldwijd. Dus dat is normaal drama. Ja. Want dan krijg je volumes die totaal niet kloppen. Nee. Tenzij je natuurlijk Nederlandse woorden hebt die alleen hier gezocht worden. En dan vervolgens kun je bij het resultaat kun je naar een, ik weet even niet hoe het tabblad heet, maar je kunt doorklikken op een tweede tabblad waarbij je gewoon het overzicht van zoekwoorden krijgt in plaats van suggesties voor woordgroepen wat hij nou als eerste laat zien. Ik vind dat helemaal niet overzichtelijk. Nee. Maar ik haal daar mijn data dan uit. Ja. En wat ik met name interessant vind is het geschatte zoekverkeer. Dus dat ze laten zien hoeveel verkeer is er op dit zoekwoord geweest in de afgelopen tijd. Ja, dat is best wel accuraat in mijn ervaring. Ja. Ja. Ja, en soms kom je er ook achter dat de woorden die voor jou heel normaal zijn, dat echt niemand daarop zoekt. Ja, en dan moet je dus echt op zoek naar andere woorden. Precies, ja. En daar is het heel erg nuttig voor. Ja. En gewoon af en toe eens vragen aan je klanten. Dus niet alleen maar proberen om dat via keyword tools en maar bel gewoon eens een klant op. En stel gewoon eens de vraag, joh, ik zou zelf zoeken op dat en dat woord. Welk woord zou jij gebruiken als je op zoek bent naar onze diensten? Ja, dat is eigenlijk het eerste wat ik doe op het moment dat een klant bij mij begint met een AdWords campagne. Dan vraag ik ook altijd om een lijst van minimaal zoekwoorden of 10 of zo. Ja. Of wat zijn nou de woorden die voor jou belangrijk zijn? Ja. Wat denk je zelf? Ja, precies. Hoe meer input, hoe beter. Ja. Dan heb ik nog een, want je hebt het over conversie meten. Nou, je kunt, zeker als je een product verkoopt, kun je natuurlijk exact meten op het moment dat mensen komen via een advertentie op je pagina. Welke pagina's bezoeken ze? En komen ze uiteindelijk wel of niet op je bedankt voor je bestelling pagina. En dan weet je dus dat er een conversie heeft plaatsgevonden. Tuurlijk. Maar als je conversie wil meten, dat kan ook gaan over een opt-in. Dat ze op je nieuwsbrief inschrijven, contact hebben opgenomen. Mm-hmm. Maar ik krijg ook wel eens de vraag, sommige mensen bellen ook gewoon. Ja. En dan heeft dus die advertentie wel eigenlijk een conversie opgeleverd. Maar als ze de telefoon pakken, dan weet ik niet. Is er een manier om dat te meten? Ja, bij veel bedrijven gebeurt het nu nog van dat als er wordt gebeld, wordt gevraagd hoe heeft u ons gevonden. En dan wordt Google gewoon vaak genoemd. Ja, dat is natuurlijk een heel subjectief methode. Is het organisch geweest? Is het via een advertentie? Welke advertentie? Ja, precies. Dus het is niet te trekken. Nee, je hebt tegenwoordig dus wel de mogelijkheid om het te trekken via click-to-call. De click-to-call functie binnen Google. Ja, maar dat is met name op mobiel. Dat als mensen een advertentie zien en klikken meteen bellen, dan rekent hij het als een conversie. Juist, dus dat kun je hard doormeten, ja. Ja, maar voor de site niet. Je bedoelt bijvoorbeeld als iemand op desktop bij wijze van spreken zoekt en dan een telefoonnummer in de advertentie ziet staan. Ja. Ja, dat kun je inderdaad niet. Dat zou mooi zijn. Ik weet wel dat er zijn, maar dat is dan heel. Je kan er of een apart telefoonnummer. Ja, dat wou ik net zeggen, ja. Een apart telefoonnummer zou nog een oplossing kunnen zijn. Ja. Maar dat is ook niet optimaal natuurlijk. Nee. Ik weet wel, er zijn andere sites waarbij je. Waarbij je een overzicht krijgt van bedrijven en dan staat erbij toon telefoonnummer. En dan moet je dus eerst een klik doen en dan wordt het telefoonnummer weergegeven. Ja, waarom zou je dat doen? Want dan ga je iets in beweging zetten. Wat voor de bezoeker eigenlijk onhandig is. Ja, voor de bezoeker extra moet klik. Ja, precies. Ja. Dus daar zou ik nooit voor kiezen. Ja, maar die klik kun je meten. Als je zegt toon telefoonnummer, dan weet je, dan mag je aannemen dat mensen van plan zijn om te gaan bellen. Ja, ik meet het dan liever niet, want dan maak je het gebruiken ongemakkelijker. Ja, lastig hè? Nee, eigenlijk niet. Ik vind het wel lastig. Altijd kiezen voor de gebruiker. Ja, en toch vind ik het lastig. Ja, ik ben met je eens dat de gebruiker op 1 komt te staan. En dat je het aantal kliks om een doel te bereiken, het doel van die gebruiker te bereiken, zo makkelijk mogelijk moet maken. Dus het aantal kliks moet minimaliseren. Maar aan de andere kant wil je ook weten, wat levert het nou op, een advertentie? Wat je kan doen in die richting nog, denk ik, is mensen bewegen om voor een andere opt-in te kiezen. Dus mensen hebben de intentie om te bellen. Maar als je mensen laat binnenkomen op een pagina waarbij het binnen 1 klik geregeld is dat je... Dat je ze terugbelt bijvoorbeeld. Ja, of terugbellen of iets met een incentive dat je je aanmeldt voor een nieuwsbrief of zo. Ja. Een rapport. Dat is ook een conversie. Ja.
Ja, maar dat, ik bedenk de plek, maar dat terugbellen, dat kon wel eens handig zijn. Want dan als je zegt van, u kunt ons bellen of bel mij terug, dan kun je in elk geval die bel mij terug, die kun je dan in elk geval nog meten. Die kun je weer registreren, ja. Oké. Heb je verder nog punten waarvan je zegt, nou, dat begrijp ik nog niet, dat hij dat niet gevraagd heeft na het lezen van deze twee hoofdstukken? Is er nog iets waarvan je zegt, nou, dat wil ik aan de luisteraar nog wel even meegeven? Nou, het allerbelangrijkste vind ik is dat je in beweging moet blijven. Dus even ervan uitgaan dat iemand campagne zelf doet. Mm-hmm. Maak absoluut niet de fout om een campagne op te zetten en dan vervolgens stil te gaan zitten en niks te doen. En dan na een maand te kijken en dan tot de conclusie te komen dat je eigenlijk na een week al aan de knop had moeten draaien en dat je een hoop geld hebt verbrand. Ja. Dat is iets wat echt ontzettend vaak gebeurt. Er wordt te veel gedacht dat AdWords iets is wat je opzet en dan klaar. Alsof het een advertentie in een tijdschrift bevat, zeg maar. Nou, die kun je ook echt niet meer wijzigen, nee, maar dat kun je is wijzigen, klaar. Dus doe dat dan ook. Ja, precies. Ja. Want anders mis je gewoon een heleboel kansen. Ja, oké. Top. Ja. Dan heb ik nog drie vragen die ik altijd stel in elke Frank Watson podcast. De eerste is, en deze mag je niet noemen. Heb je nou nog een ander managementboek, marketingboek, businessboek, dat je echt een aanrader vindt, waarvan je vindt dat iedereen het zou moeten lezen en waarom? Van Gary Vaynerchuk. Ja, ken je misschien Crush It. Wel? Crush It. Ja. Dat is een boek wat ik misschien nu al drie keer gelezen heb. Gewoon omdat het... Blijft top. Het leest lekker weg en het blijft gewoon... Je raakt er weer door gemotiveerd om een stapje harder te lopen. Ja, staat bij mij in de kast. Ja, ja, verbaast me niks. Nee, topboek. Ja. Dat is ook een hele energieke vent. Ik luister ook graag naar zijn podcast. Podcast. Ja. Je moet het tegen kunnen, maar het is een... het is heel of je houdt van hem of je haat hem. Ja, natuurlijk. Ik vind het echt gek. Ja. Mooi verhaal zit erachter ook, hoe die... Vroeger de wijn proefde bij zijn moeder boven de slijterij. En dat zijn moeder naar boven riep van kom toch verdorie gewoon aan het werk. En dat hij zei, maar dit vind ik te gek. Ja, en ik heb ook net zijn, is al geen nieuw boek meer. Van vorig jaar heb ik de Jab, Right Hook besteld. Ja. En dat principe is natuurlijk briljant. Hè? Geef. En dan de right hook voor de sale, zeg maar. Ja. En het mooiste vond ik dat hij in een van zijn podcasts op een gegeven moment vertelde... Eigenlijk wilde ik het boek Jab, Right Hook noemen, maar dat vond mijn uitgever niet goed. Ja, want je moet eigenlijk altijd blijven geven, waarde blijven creëren. Ja. En dan wordt die Right Hook gewoon makkelijk. Ja, volgens mij heb ik hem dit horen zeggen in de podcast die hij heeft opgenomen samen met Pat Flynn van Smart Passive Income. Oké, ja. Daar heeft hij even verteld van inderdaad op, ook. Ja, te gek. Terwijl nu zijn moeder dolblij is dat hij ooit begonnen is, want ze doen miljoenen inmiddels met die wijnwinkel. Ja, te gek. Heb je ook een succesquote, zo'n quote die je op kantoor op een tegeltje aan de muur zou kunnen hangen waar je inspiratie uit haalt? Dat wisselt eigenlijk de hele tijd, dus dat is altijd een lastige natuurlijk. Ja, maar is er een uitspraak of een quote die je mooi vindt? Nou, ik heb me daar niet op voorbereid. Ik had het misschien even moeten luisteren van tevoren dat je die vragen altijd stelt. Ik heb er nou op dit moment even geen praat. Helemaal goed. Laatste vraag. Ben je wel eens op je bek gegaan als ondernemer? Zeker weten. Ongetwijfeld. Dat hoop ik wel voor je, want dat is de beste leerschool, denk ik. Ja. Zou je een van die faalmomenten met ons willen delen, met name ook wat je ervan geleerd hebt, om te voorkomen dat kijkers of luisteraars dezelfde fout maken? Ik denk dat de allerbelangrijkste les die ik heb geleerd als ondernemer is dat je huidige klant altijd belangrijker is dan de mogelijke nieuwe klant. Ik heb in het verleden ooit wel eens klanten verloren, omdat ze minder aandacht kregen, omdat ik dan bezig was met het scoren van een nieuwe klant. En dat is de grootste fout die je kan maken. Dus zorg er altijd voor dat je naar je huidige klanten toe meer levert dan dat je belooft. Want dan blijven ze van je houden, dan blijven ze terugkomen. Ja, zoals Jan van Zetten zegt, timmer je achterdeur dicht. Ja. Want iedereen doet enorm zijn best om aan de voorkant van je bedrijf de mensen binnen te krijgen. Gooi ze heel veel geld eraan. Ja, tuurlijk. Terwijl... aan de achterkant soms mensen gewoon weer wegvloeien, omdat je al die aandacht aan die voorkant hebt en niet aan je achterkant. Dus timmer je achterdeur. Je moet er absoluut niet van uitgaan, net als in een relatie eigenlijk. Hè. Je blijft eraan werken. Het is niet zo dat als je iemand binnen hebt, zeg maar, dat het vanzelfsprekend is dat iemand diegene blijft. Ja. Je mag het nooit voor lief nemen. Ja. Die fout heb ik wel eens gemaakt. Oké. Mark, mag ik jou heel erg danken voor dit gesprek. En ook danken voor voor het boek. Want ik heb hem gekregen van je. Je hebt hem opgestuurd in de aanloop van dit gesprek. Leuk boek. Ook als ik er als ik het niet leuk had gevonden, dan hadden we hier niet gezeten waarschijnlijk. Maar dan had ik het je laten weten. Ik vind het echt een leuk boek. Als je meer wil weten over dit boek en of het boek zelf wil bestellen, of je wil weten welke andere boeken er
genoemd zijn, zoals het boek van Gary Vaynerchuk of andere boeken in andere podcasts. Ga dan naar jellendrijf.nl/boekenlijst. En zoals je gehoord hebt, heeft Mark een aanbieding bedacht tijdens dit gesprek. Namelijk, wat hadden we bedacht? jellendrijf.nl/Mark. Ja, precies. En als ze dan de couponcode Jelle invullen, dan krijgen ze jou 20 lessen videocursus over succes met Google AdWords. Voor €47 in plaats van €97, toch? Ja, klopt. Nou, lijkt me een trekke deal. Dus jellendrijf.nl/Mark met een C. En dan de couponcode Jelle voor een dikke vette korting. Zo is dat. Mark, nogmaals super bedankt. Ja, ook nog bedankt. Één ding. Als mensen nou met jou in contact willen komen of nog vragen hebben aan je. Ben je actief op Twitter? Ja, ik heb meer dan 10.000 volgers op Twitter. Holy moly. Dat is het meest actieve kanaal wat ik heb. Kijk, waar kunnen mensen je vinden? @DGOCNL. DGOC, en dat staat voor... De Groot Online Consultancy. Mark, dankjewel. Graag gedaan.